Ik ben Rachid Manuela, ik ben hoofdconducteur bij de Nederlandse Spoorwegen. Dat doe ik nu ongeveer 1,5 jaar. Ik ben bij de Nederlandse Spoorwegen terechtgekomen nadat ik 9 maanden in een bijstandsuitkering heb gezeten. Ik kwam in de bijstand omdat ik mijn studie niet had afgemaakt. En op een gegeven moment krijg je dus ook geen studiefinanciering. En ook geen baan, dus ik moest wel een uitkering aanvragen. Van een bijstandsuitkering kon ik niet rondkomen, dus het was behoorlijk moeilijk. Ik moest ook toen gebruik maken van de voedselbank destijds, dus het was echt totaal geen pretje. Maar ik heb er wel alles voor gedaan om eruit te komen en dat is me gelukt ook. Ik denk dat er als je in de bijstand zit, meestal een schaamte is van joh, ik zit in de bijstand, ik vraag geen hulp of ik laat het niet weten. Maar ik denk dat het juist het mooie is dat je durft ook hulp te vragen, want er is genoeg hulp. Alleen niet altijd weet je die te vinden. Zelf altijd overal op solliciteren, maar ook let op je uitgaven, hulp vragen bij de gemeente, zodat je niet meer schulden maakt. Allemaal van zulke stappen, dus dat je er wel blijft knokken en ja, alles aanpakken wat je, alle hulp die je kan aanpakken, aanpakken en zelf uitzoeken welke hulp je recht op hebt op zo'n moment. Dat er meer geld komt voor armoedebestrijding ben ik heel erg voor. Je ziet gewoon, los van in het buitenland, maar dat ook in Nederland, dat de armoede gewoon wel nog steeds aanwezig is. Los van alleen geld, maar ook het geld kunnen we gebruiken ook om bedrijven te stimuleren om wat te doen voor de medemensen.